En bij de herdenking van de 51ste geboortedag van Mahatma Gandhi, gisteren zei First Lady Melissa Santokhi dat Gandhi een leider was die over bijzondere karakteristieken beschikte en een exceptioneel mens was. Een voorvechter van onder andere mensenrechten, wet en recht, geweldloosheid en democratie. Volgens de First Lady hanteert de regering deze principes als uitgangspunt om rechtvaardigheid en een duurzame toekomst te realiseren. Minister Albert Ramdeen van Buitenlandse Zaken zei dat het belangrijk is om de normen en waarden van Mahatma Gandhi toe te passen in het leven. Eerlijkheid in alles wat je doet en openstaan voor dialoog, dat is waarvoor hij stond. Ambassadeur Mahinder Singh Kanjal van India zei dat eerlijkheid en tolerantie belangrijke pijlers zijn die Mahatma Gandhi nastreefde in het leven. Deze zijn ook in de hedendaagse samenleving vereist. Hij heeft zijn leven gegeven voor de mensheid. Dit zei de ambassadeur gisteren bij de hulde die is gebracht bij het monument van Mahatma Gandhi aan de Heilige Weg.